Oké, nu zijn de effecten aan de beurt. Meestal gebruik je effecten voor stemmen om een beetje een echo toe te voegen. Dus een beetje een bepaalde sound te hebben, waardoor het mooier, voller, warmer klinkt. En deze effecten kunnen we op de tafel instellen. Nou, wat gaan we doen? We moeten dus switchen in layers, dus in de subtopplaat, naar de bovenste. Als je switcht, zie je dus je hebt dus de stereokanalen. Dit zijn de effectkanalen en de monitorkanalen. Het belangrijkste is welke we gebruiken zijn de FX1 en 2. FX staat dus voor effecten. En deze twee, de return effecten, moeten van de mute op in dit tabblad. Dus van de mute, beide. Het is belangrijk dat je hetzelfde doet voor de send. Want wat gebeurt er? Een echo doet als het ware het signaal weer opnieuw zenden. Zodat die weer terug kan worden gestuurd. Waardoor je dus het echo effect krijgt. Als iets steeds wordt herhaald, klinkt het dus zoals echo, 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 echo. Dan heb je dus het gevoel alsof het wat voller klinkt. Dus deze twee moeten ook van de mute. Onthoud, 3 en 4 worden eigenlijk niet gebruikt. Nou, nu gaan we naar onze kanalen toe. Maar nu moet onthouden, we zitten nu in tabblad links-rechts, dus de zaalgeluid. Daar willen wij nu, daarin kunnen wij het effect niet toevoegen. We moeten dus naar tabblad effecten. We gaan nu naar tabblad 1. En dan moet ik hem eerst in de zaaltras even aandoen. Want nu hoor je mijzelf dus over de zaal praten. En ik hoop dat dit op de camera ook te horen is. Nu zit je dus in het effectentabblad. En als ik nu per kanaal kun je dus nu een effect toevoegen. Nou, we hadden hem al van de mute gehad, want je kan mezelf al horen in de zaal. En wat je nu gewoon doet, je had net namelijk de mute al van afgehaald in de tweede layer, de bovenste layer. Dat is namelijk deze. Als ik die namelijk nu op de mute doe. Oh, dat is deze. Als ik die nu op de mute doe, dan zie je dat die hier ook op de mute zit. Dus haal die van de mute. Als ik nu ga praten, is er nog geen effect. Dat effect kan ik dus toevoegen door in het effectentabblad fader van mijn kanaal te verhogen. Als ik deze verhoog, hoor je heel duidelijk nu de echo die onder ons staat. Nou, een beetje is dus niet heel mooi. Of tenminste, een beetje is mooi, maar te veel klinkt al gelijk zo slordig, zo lelijk. Want als ik zo ga praten, verstaat er helemaal niks van. Je verstaat dus helemaal niks van. Dus het is belangrijk dat je hoort hoe mooi klinkt een effect. Wil je een klein effectje? Wil je, als kijk, stel een stem is lelijk, wil je dan iets meer effect hebben zodat het wat mooier klinkt? Of maakt het juist lelijker? En als ik nu ga proberen en ik ga nu zingen, ik ga het niet doen, dan zou ik zoiets kiezen. Want zoiets klinkt dan gelijk wat voller, een beetje naar binnen. Zoiets klinkt al mooier, wat klinkt nog steeds verstaanbaar. Maar wel dat warmere, vollere gevoel waarbij je nog steeds kan verstaan wat die persoon zegt. Dus belangrijk is dat je in de bovenste layer de return van de FX 1 en 2 altijd van de mute af hebt. Hetzelfde geldt voor de send kanalen. In, als je dan weer naar de onderste laag gaat van de microfoons en de kanalen, in het tabblad FX kun je dus het kanaal per fader instellen hoe heftig je de echo wil. En dat geldt alleen maar voor het zaalgeluid. Op de monitoren zal het effect niet werking hebben. Wat ook fijn is voor de artiesten, want die willen zichzelf niet altijd in echo horen. Dit is alleen mooi voor de mensen die in de zaal zitten, want het klinkt dan mooi vol.